Volgens afspraak met het bestuur van de GR heeft er het afgelopen jaar een financiële scheiding plaatsgevonden tussen de GR en de NV. Op dit moment zien we, ondanks dat 60 SW'er minder tot Soweco behoren, minder doelgroepen tot ons komen vanuit de gemeente en de bedrijfskosten, dat we als NV nog steeds een positief resultaat blijven neerzetten. We verwachten een positief resultaat in dit jaar van 2,2 miljoen. En daar zijn we ontzettend trots op. U bent woordvoerder van de Soweco. U heeft gebruik gemaakt van uw spreekrecht. Wat was daarvoor de reden of de aanleiding? De aanleiding is dat volgende week een aantal plannen gepresenteerd worden. De individuele plannen van de 6 gemeenten die onderdeel zijn van de gemeenschappelijke regeling Soweco. En dat dat erg bepalend is voor de toekomst van vele mensen die aan Soweco zijn verbonden. Wat wil u precies duidelijk maken? Ik wilde de raad duidelijk maken waarom wij als ondernemingsraad geen andere kans zien dan naar de rechter te stappen om ons adviesrecht af te dwingen. Dat gepasseerd wordt door het bestuur omdat op 2 momenten een externe opdracht is verstrekt aan Iroco voor een onderzoek. En wij daarin als ondernemingsraad niet gekend zijn en geen advies hebben mogen geven. Wij hebben natuurlijk juridisch getoetst of wij daarin in ons gelijk staan. En dat is voor ons de basis om deze rechtszaak aan te spannen. Wat zou uw volgende stap kunnen zijn? Los van de rechtszaak die gaat spelen de komende tijd, vinden wij het van wezenlijk belang, en daar kiezen we ook echt bewust voor, om toch het gesprek aan te blijven gaan. En we raken niet in gesprek met het bestuur van de gemeenschappelijke regeling, maar we hebben wel de handreiking gekregen om in gesprek te gaan met een ambtelijke delegatie. En ondanks dat de rechtszaak gaat spelen, nemen wij die handreiking aan ten behoeve van die grote groep met mensen die elke dag aan ons verbonden is. De hele situatie, daarvan vind ik de aanleiding in en in triest. En ik zie elke dag weer, als ik bij ons door het bedrijf loop, wat voor een impact dat heeft op onze mensen. En dat vind ik verschrikkelijk om te zien. En ik hoop vanavond, door hier weer in te spreken, dat raden kritisch zullen zijn. Kritische vragen zullen stellen volgende week, als die plannen gepresenteerd worden en in een periode daarna. En dat zij ze goed beseffen welk besluit er genomen gaat worden. En daar alles aan doen om zichzelf ervan te overtuigen dat dat een goed besluit is. En die afweging is aan alle raden.